Hi, mijn naam is Freddy Alves en vandaag gaan we het hebben over de Dallacorte Studio. Ik neem jullie mee in het gebruik van de machine, de mogelijkheden die de machine heeft, maar als eerste beginnen we met het uitpakken van de doos. We maken de doos open, voorzien van twee stevige strips en een paar nietjes, maar die heb ik voor het gemak alvast even uitgehaald. De Dallacorte Studio. Nou, de Dallacorte zit goed verpakt in schuim. Dat is altijd wel heel erg fijn. Dan kan niet beschadigd worden. En hierboven zie ik een barista kit. En ik zie nog een doos. Kijken wat hierin zit. In de bovenste doos zien we een enkele filterdrager. We zien uiteraard een dubbele filterdrager. Een temper. Deze temper die voelt vrij solide aan. Vrij zware temper. Dat heb ik persoonlijk het liefst. En vallen ze niet zo snel om. Bij de temper hoort natuurlijk een dempmatje. Een doekje van Dallacorte. Het schoonmaken altijd handig, een kwastje. Diverse filterbakjes. Ik schat in dat het zo'n 16 tot 22, 24 gram filterbakjes zijn. Standaard is de Dallacorte uitgerust met een 54 mm basketgroep. Ik wil op een 20 grams bakje. Ik zie 18 gram, 16 grams bakjes. Schoonmaaktabs. En natuurlijk een handleiding. Kijken of hierin zit. Zoals je ziet zitten hier kopjes in. Twee espresso kopjes. Twee cappuccino koppen. Een 50 centiliter melkkan en een barista apron, een barista schort. Zo te zien zit een melkkannetje van Motta. En de cappuccino koppen. Ja, de cappuccino koppen lijken een beetje op flat white koppen. Dus 150 tot 180 milliliter. En ze zijn voorzien van logootje. Ja, ziet er wel heel strak uit. Ja, als ik het zo bekijk, dan krijg je enorm veel accessoires bij deze machine. Enkele dubbele filterdrager. Verschillende bakjes. Zelfs een blind filtertje. Ja, de douche. En om te bevestigen de sleutel. Je ziet hier de extra steam tip. Heel handig. Wordt nog alles kwijtgeraakt. De schoonmaakmiddelen. Het doekje. De temper en het tempmatje. En de barista kit zelf met de kopjes, het schort en een 50 centiliter melkkannetje. Zojuist heb ik jullie laten zien wat er meegeleverd wordt bij de Dallacorte Studio. Enorm veel accessoires. Nu leg ik jullie graag uit wat de mogelijkheden zijn van de machine. Zoals je ziet is het een redelijk compacte machine. Klein, licht, 27,5 kilo. De machine
kan in verschillende kleuren worden opgeleverd. In dit geval hebben we hier een zwarte machine staan met zwarte zijpanelen. En Dallecorte werkt met een dual boiler systeem. En dat wil zeggen in dit geval twee boilers. Eén stoomboiler van 1,5 liter en een groepshoofdboiler van 0,5 liter. Mocht je nou de machine niet op je vaste waterinstalling willen aansluiten, dan kun je gebruik maken van de meegeleverde 4 liter watertank. Zoals je ziet is deze verstopt in de machine, zodat het niet in het zicht is en eenvoudig aan te sluiten middels een slangetje. De machine kent een menu, daar neem ik jullie zo in mee. En de machine kent twee hendeltjes. Voor het bedienen van de stoompijp gebruik ik het linker hendeltje. Zo te zien heeft Dallecorte een enorme power. Dit kun je horen. En dit komt te goede voor het maken van de melkdranken. Nou, aan de rechterkant zie je de hendel voor je water. Je kunt 1 kopje zetten, je kunt 2 kopjes zetten, maar je kunt hem ook laten doorlopen en zelf bepalen wanneer je hem uitzet. De machine die heeft een apart reservoir voor het opvangen van water, die eenvoudig uit de machine te halen is en die makkelijk schoon te maken is. De machine kent aan de linkerkant een boilermeter, waarbij je kunt zien hoe hoog de druk is. En aan de rechterkant zie je een minuutje. Aan de rechterkant van de machine vind je het menu. Bovenin zie je weergegeven wat de temperatuur is van de groepshoofd. Daarna zie je de doorlooptijd in seconden. En onderin zie je het aantal grammage per seconde wat er door de groepshoofd stroomt. Door de knop simpelweg in te houden kom je in het menu. Kijk. De eerste optie die je ziet staan is Enable Steam Boiler. Aan of uit. Nou, in dit geval willen we de stoomboiler aan hebben, dus staat hij op aan. De volgende optie is de temperatuur van de stoomboiler. Nou, we kunnen even kijken wat de temperatuur is. 124,5 graden. Deze laten we zo staan. De volgende optie is om de groepshoofd uit te schakelen of in te schakelen. In dit geval willen we natuurlijk een espresso bereiden, dus die hebben we aanstaan. De temperatuur kan ook worden ingesteld. En we kunnen met setup dosis bepalen hoeveel water er in de kop komt, oftewel hoeveel drank er wordt bereid. De Dallecorte Studio kent een LED-lampje en die kun je aan of uitschakelen in dit menu. Info, de taal, de timer, je kunt hem op een bepaalde tijd dus aan en uitzetten middels de timer. De energy saving stand. Nou, nog wat extra settings. En als laatste kunnen we weer uit het menu. Klik deze in om er weer uit te gaan. En heb je nog vragen of wil je de machine proberen? Kom bij ons langs. De machine staat gereed. Gebruiksklaar in onze winkel in Arnhem. Hiervoor hoef je geen afspraak te maken. Je kunt gewoon binnenwandelen.